Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden heeft volgend jaar 1 miljoen meer te besteden om de verwachte toename aan meldingen op te vangen. Wethouder Roeland van der Zee en raadslid Paulien Lunter lichten de omstandigheden toe. Wat is Veilig Thuis Gelderland precies en wat zijn hun verantwoordelijkheden? Nou, Veilig Thuis is een organisatie die zorgt voor de registratie en het volgen van incidenten in huis. Incidenten, dan gaat het over mishandeling van kinderen of van ouderen, volwassenen. Als er ergens een idee bestaat dat er sprake is van mishandeling achter de voordeur, kan het gemeld worden bij Veilig Thuis. En die monitoren dat. Die gaan verder kijken in welke professionals het beste actie kunnen nemen. En die volgen ook of de acties genomen worden. Het is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden ingesteld om in ieder geval voor te zorgen dat mensen, gewoon burgers of professionals, als die iets te melden hebben, dat ze dan ook weten dat ze bij dat ene punt terecht kunnen en dat het ook opgepakt wordt en dat het geregistreerd wordt. Okay. Het is zo dat we het absoluut niet accepteren dat er wachtlijsten ontstaan. Dus als er meldingen komen, dat het wekenlang duurt voordat er actie wordt genomen. Want we hebben het gewoon over mishandeling van personen. Dus dat kan geen vertraging hebben. We zien wel dat het aantal mensen dat zich er nu mee bezighoudt, het valt onder VGGM, dus de Veiligheidsgezondheidsdienst. Die mensen die hebben te maken met een hoge werkdruk. Daar waar die werkdruk echt overschreden wordt en het dus dreigt dat er wachtlijsten ontstaan, moeten er extra mensen ingezet worden. De meldcode is aangescherpt, eigenlijk stimulerend. Zo van als er onveilige situaties zijn, meld het dan. Daar is 1 miljoen voor uitgetrokken, niet alleen voor die meldcode, maar ook om de situatie dan te vervolgen. Dat is op zich een goede zaak om een situatie te vervolgen, hè, dat die op de radar blijft. Recent heeft zich toch in Arnhem een situatie voorgedaan die best zorgelijk was. Diegene woont zelfstandig, dat is een echtpaar en één van beiden is weggelopen met een rollator. Dat kan ook tegenwoordig, krijg je een hele andere problematiek met het ouder worden van mensen. En vervolgens is de huisarts, het wijkteam, de wijkverpleging, nou een heel team eigenlijk rondom dat echtpaar geformeerd. Ze hebben samen afgestemd van wat gaan we nu doen. Want er is eigenlijk helemaal geen opvang voor iemand van 80 plus, 's avonds laat. Veilig Thuis gebeld en Veilig Thuis geeft dan eigenlijk aan van wij weten eigenlijk niet wat we ermee moeten. Ga toch zelf nog kijken. Want als jullie een officiële melding doen, dan kunnen wij er niks mee. De SP vindt die verdeelsleutel helemaal geen goede zaak. Want als er iets aan de hand is, moet je het gewoon kunnen melden. En nu wordt er eigenlijk gekeken naar productie. Meld je meer, dan word je erop afgerekend doordat de financiën regionaal zijn verdeeld. En dat is een hele slechte zaak, omdat juist de overheid zegt van meld zoveel mogelijk. Het wordt dus eigenlijk gestimuleerd. En door die verdeelsleutel wordt eigenlijk gezegd van als u te veel meldt, dan word je er financieel op afgerekend.